Weet je wel niet hoe vaak ik hiervan gedroomd heb? Dat Thijs zijn fouten toegeeft en me terug wil. En nu zet hij de eerste stap. En wat doe ik? Ik laat hem gaan. Door jou. Hij geeft je bedenktijd. Dat lijkt me prima. Thijs is nog labiel. Hij zit midden in een rouwperiode. Misschien is het wel beter voor ons allemaal. Teddy zou het ook fijn vinden als wij weer samen zijn. Ja, samen blijven vooral. Kijk, Thijs heeft iemand nodig, dat is duidelijk. En logisch ook. En dat hij jou ervoor uitkiest, snap ik ook. Hij houdt van me. Ik zeg niet dat het niet zo is. Ik weet alleen niet 100% zeker of het wel zo is. Dus jij denkt dat hij ligt? Ik denk dat er bij hem allerlei gevoelens door elkaar lopen. En bij jou ook. Hey, je moet niet zo'n grote stap zetten omdat je met hem te doen hebt. En ook niet omdat je denkt dat het het beste voor Teddy is. Het enige wat ik wil is dat je goed nadenkt. Volg je hart, maar gebruik ook je hoofd. Zoiets? Ik moet aan mijn werk. Goed? Tuurlijk. Oh, sorry. Dus geen zin in een naked chef? Nee? Een klein schotje voor. Hoezo? Als jij dat doet, echt wel? Kom maar gewoon hier, hè? De wc is prima. Of de keuken? Nou, dan kom ik wel een box. Ja, kantoor bijvoorbeeld. Wel nee. Vanavond. Zo lang nog. Oké. Okay. Nou, dag. Lekker ding. Werk ze, ja. Spannende plannen? Niet dus. Ik ga gewoon heel saai aan het werk. Ik ben Colette. En als je wil, kan ik het wel minder saai voor je maken.